In deze film verwerk ik deze drie foto's tot een drieluik. En als je een drieluik wil maken, dan raad ik je eigenlijk gewoon aan om dat in Photoshop te doen. Klik anders even op het filmpje hierboven. Waarom in Photoshop? In Photoshop heb je gewoon veel meer controle voor dit werk dan in Lightroom. Maar het kan in Lightroom ook en ik ga je laten zien hoe. Om deze drie foto's in een drieluik te zetten, maak je gebruik van de module Afdrukken. En die vind je hierboven. En de Afdrukmodule ziet er in eerste instantie wat raar uit. Hoe komt dat? Omdat die natuurlijk gebaseerd is op het afdrukken van foto's. En het afdrukken van de foto's, dat kan op verschillende manieren. En Lightroom heeft een aantal voorkeuzes. Die vind je hier aan de zijkant. Dat heet schablonen. En je zou daar gewoon eentje van kunnen kiezen. Maar ik wil natuurlijk een collage over de breedte. Want ik heb staande foto's. En die zit er hier in de schablonen niet tussen. Dus die ga ik zelf eentje maken. En dat betekent dat ik hier aan de rechterkant dingen moet gaan veranderen. De allereerste, dat is de layout style in plaats van een enkele afbeelding of een contactblad ga ik naar aangepast pakket. En dan heb ik iets meer controle. Je ziet in mijn vel papier drie vlakjes, dat gaan we dadelijk allemaal veranderen. Vervolgens gaan we de afdruktaak veranderen. Want ik wil niet afdrukken naar een printer, maar ik wil afdrukken naar een JPEG bestand. Ik wil namelijk een foto hebben die ik bijvoorbeeld kan uploaden op internet. En ik wil dat in een aangepaste bestandsafmeting. Dus ook dat vink ik aan. En je ziet, daar staat 8,5 bij 11 inch. En deze afbeelding zou dadelijk 8,5 inch breed worden bij 11 inch hoog met een resolutie van 100 ppi. Dus dat zou 8500 pixels breed worden en 1100 pixels hoog. Nou, om het rekenen wat makkelijker te maken, gaan we dat een klein beetje anders doen. Ik ga afstappen van die inch formaten. En dat doe je hierboven bij lineale rasters en hulplijnen. En daar heb je de lineaal eenheden staan. En die staan nu op inches. En als je ze op punten zet, dan kun je dat hetzelfde lezen als pixels. Ga ik nu terug naar de afdruktaak, dan zie ik daar de aangepaste bestandsafmetingen in punten, oftewel pixels. En ik ga in dit geval een breedte kiezen van 1080 pixels breed. En een hoogte van 510 pixels. Ik hou namelijk een klein beetje rekening met tussenruimte in mijn foto's. Ik kan nu de foto's gaan plaatsen. En een foto wordt geplaatst in een cel. En je ziet hier al drie cellen. Als ik er bijvoorbeeld eens in eentje klik, dan zie je dat daar puntjes omheen komen. En ik zou dus gewoon foto's kunnen gaan plaatsen in deze cellen. Ik ga de cellen één voor één even selecteren en ik druk op de delete-knop om ze te verwijderen. En dan heb ik een mooi leeg canvas. Nu moet ik mijn foto's in het canvas gaan zetten. En ik pak er gewoon één op. En ik laat hem gewoon vallen bovenop het canvas. En als je de muis ingedrukt houdt, dan kun je gewoon met die foto heen en weer schuiven. En je kunt dan de hoekjes trekken om de foto groter te maken. En je ziet eigenlijk gewoon dat meteen mijn verhoudingen van de foto niet meer kloppen. Mijn foto's hebben gewoon de verhouding 2 breed en 3 hoog. En dit lijkt eigenlijk meer op 4 breed, 3 hoog. Het kan zijn dat je dit mooi vindt. Dan heb je nog de optie om je foto beter te centreren in deze cel. Hou de Ctrl ingedrukt, dan krijg je een handje en dan kun je gewoon slepen met je foto. Maar ik wil eigenlijk wel gewoon de oorspronkelijke verhoudingen blijven behouden. Dus ik druk hem met rechts op en dan heb je hier hoogte- en breedteverhouding afstemmen. En je ziet hij vult hem meteen mooi uit naar boven. Dat is dan eigenlijk ook weer niet de bedoeling, want ik wil er een mooi wit randje omheen. Dus ik ga hier naar het tabblad Cellen. En daar heb ik gewoon onder de opties waar ik uit kan kiezen. De breedte maak ik 320 pixels breed en de hoogte maak ik 480. En dat betekent dat ik aan de onderkant in dit geval 30 pixels over heb. En om dat een beetje te verdelen, zet ik de foto wat naar beneden. Nu moet ik de foto 15 pixels laten zakken. En dat is meteen een van de dingen waar je in Lightroom niet uitkomt. Er is geen precieze manier van het verplaatsen van de foto. Je zou eventueel nog bij lineale rasters en hulplijnen het paginaraster aan kunnen zetten. Je krijgt dan een soort grid erover. En met het magnetisch raster zou je dat aan het raster kunnen verbinden. En als je dan gaat schuiven, dan blijf je mooi aan dat raster zitten. Maar je ziet het. Ik heb nu meer ruimte aan de onderkant. En als ik hem naar onderen schuif, dan heb ik meer ruimte aan de bovenkant. Dus daar zit ik eigenlijk helemaal niet op te wachten. Ik wil dat gelijk hebben. En helaas, dat gaat gewoon niet. Dus dat is een beetje handwerk. Nou, ook de andere foto's sleep ik erbij en die maak ik in cellen ook 320 bij 480 pixels. En ik moet ze dus uitlijnen. En ook de derde zet ik erbij 480 pixels hoog en 320 pixels breed. Nou, gelukkig heeft Lightroom wel een klein beetje de optie om bij lineale rasters en hulplijnen het magnetisch raster op de cellen te doen. Dus dat betekent dat ik ze in ieder geval al wel makkelijk op dezelfde hoogte krijg. En als je te dichtbij komt, dan plakt hij er gewoon tegen. Nou, dat is dan ook weer niet de bedoeling of tegen de rand. Dus dat zet ik weer even uit en dat doe ik weer even met de hand. En weet je wat? Ik maak hem nog even gewoon 30 pixels hoger. Kijken waar we dan op uitkomen. Nu zit ik al op een gelijkere verdeling. En zo eenvoudig maak je dus in principe een drieluik. Nog even een kleine tip. Je hebt hier boven bij afbeeldingsinstellingen ook de optie een fotorand eromheen te zetten. Dan krijgen ze een witte rand. In dit geval valt dat natuurlijk niet zo op. Maak je de breedte groter, dan worden de foto's wat kleiner. Maar je hebt ook de optie voor binnenomleiding. En die staat bij mij toevallig op zwart, maar die zou je ook in een kleur kunnen kiezen. En dan krijg je er een kek kleurtje omheen. En eventueel kun je zo dus nog wat meer accent leggen op je foto's. Nogmaals, wil je dit serieus doen? Doe dat gewoon lekker in Photoshop. Je hebt daar gewoon veel meer mogelijkheden. Klik hierboven, anders gewoon even op het linkje om dat te bekijken. Maar dit filmpje gaat er eigenlijk gewoon over om te laten zien dat het in Lightroom ook kan. En wil je het nu gewoon definitief maken? Druk op Afdrukken naar Bestand. En je krijgt de optie om het een bestandsnaam te geven drie luik en hop, het is geregeld. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken, tot de volgende keer en doei doei.